Afro-Surinaamse organisaties moeten zich gaan bundelen om met één standpunt de kwestie omtrent de excuses voor het slavernijverleden en het traject daarna te benaderen. Gramang Albert Aboikoni van de stam der Saramakaners had gisteren een bijeenkomst de plantage Osembo in Para om met organisaties in discussie te treden hoe tot één standpunt te komen. Voorafgaand aan de ontmoeting zei Gramang Aboikoni in gesprek met onze redactie niet inhoudelijk in te willen gaan op de excuses van premier Rutte. Het gesprek moest hem inzicht geven in de gedachten van de organisaties in de kustvlakte. Over als don zijn we don't idee ego. Nou, in ons don, hoe kan fit makandra, nanga makandra, voor bepaal. Fawo charun srefi na den de san e kon. Omdat nat na moro prinspari san ni san de ina he tori san. Omen jari geleden de fet baka eng. E fu noma fenu srefi fu bewandel wan koers da afeti o moro hebi. Dat min aflek uit u alamala sap tak na. Wansu dat legre, ay abu wan fesman. En sang den bepaald tak de do, dat alamala e do. Dus na so srefi, adis mus de to. A mus de tak wi alamala lek Afro-Surinamer, e tak wantal. O ne tak total, wisu ma tak 100 tal srefi, ma tapato dis wi alamala mus tak wantal. De excuses zijn voor de witte man zelf, meent Aboikoni. Dat zij zich gaan realiseren dat hun voorouders in de fout zijn gegaan. Want dat zijn zaken die zij niet weten. A belangrijk wel, omdat Nangadisi de Oabi voldoen ze moest doen. De Oabi voldoen ze moest doen. Maar nou, we moeten maken den doen dat. En dat is de belangrijk voor allemaal. Moest maar potwin also go naar wansi. En ik go om a individuele belang san alles ma abi. I go om wamoro he doel. Even luku den libi makandra pe afro sranama e libi. Dai axis leef tak ma. Is dit wat ze verdiend hebben na al die jaren? De nazaten van de slaafgemaakten moeten goed nagaan als dit moment van excuses moet worden aangegrepen om ons lot te bepalen. De organisaties moeten dan om de tafel om te praten over wat er verder moet gebeuren. Pas dan komt het individueel belang aan de beurt. Het algemeen doel blijft om te komen uit het huidige niveau naar een hoger gemeenschappelijk niveau, besluit Aboikoni.